Hoi allemaal, ik ga vandaag een lolly uittesten en proeven. Deze. Hij heet Spin Ice. Dit zeg ik. Spin Ice. En hij heet ze omdat, ja, kijk zo. Hij draait. Wacht. Dat was eventjes niet. Reageren alsjeblieft. Oké, dat was een beetje raar. En dan... Hij heet Spin Ice. En op het plaatje hier zo... Zie je ook dat hij spikkeltjes heeft. Dus... Let's eat. Let's eat it. Kijk, hij heeft hier zo een soort van... Dan kan je de klepjes mee open en dicht doen. Om spikkels uit te laten komen. En als de spikkels eruit komen, moet je wachten. Maar, eerst... Maar, hij staat dicht. Eerst moet je hem eventjes nat maken. Hij smaakt lekker, maar smaakt niet spikkels. Doe de doppen voor de zekerheid op als je de spikkels erop doet, anders valt alles... Als je hem genoeg hebt gedaan, dan moet je het klepje weer uiteraard dicht doen. En dan het moment. Hij gaat omhoog, hè? Regent er ook maar niet op. En je gaat daar ook maar niet op. En nu ga ik proeven met spikkeltjes. Zo ziet hij eruit. Zuur. Best zuur. Ik zit hier bij mijn raam. Zonder een mooi uitzicht. En dat was een raar geluid. Maar waarom moet hij spinnen? Kan je hem zo doen? Nou, dat is een leuk concept. De sprinkels zijn op. Tam tam tam. Je moet een special effect doen. Tam tam tam. Maar hij was nog lekker. Voor de mensen die zich afvragen waar ik hem heb gekocht. Het staat in de beschrijving hieronder. Je snapt wat ik bedoel. Heerlijk. Oeh, hij plakt als je erin bijt. Het is niet echt een lolly, het is meer plakken. Ik heb geen ijsje meer. Ga ze op. De ijsjes zijn op, jongen. Nou, het is een heel leuk concept. Maar ja, dit was de video vandaag alweer. Niks. Kom op, jongen. Het sprinkels blijven niet plakken. Maar als ik deze een cijfer moet geven, dan denk ik een... Hij zegt daar zo 5,5. En ja, daar zit iemand. Maar ja, ik zou deze, ondanks de spikkels zo snel op zijn, geef ik hem toch een 9,5. Let niet op de geluiden. Nou, dit was de video van Didding. Stil. Ik moet regenen.
Het regent een beetje zachtjes. Maar ja, we willen vast wel zien wat ik allemaal zie. Ja, een hemdel. Stel jezelf voor. Aangenaamd, ik ben Gideon. Hij is te laat. Nergens op, hè. Ik ga het zo. En om een mooi shot te krijgen van hoe hij er eigenlijk uitziet. Ik zet hem hier neer. Dat jullie er nog eventjes 10 seconden kunnen. Ik zet hem zo. Je laat hem eigenlijk vliegen, hoor. Ik laat hem wel zien. Zo. Dit was de video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer. En wacht, of niet. Behalve als je video. En veel verbaziger misschien. Nou ja, dat komt wel goed. Dit was de video. Leuk dat jullie kijken. Later!